mensen, mijn naam is de Mad Luigi en ik ben de laatste tijd bezig met Ratchet & Clank Rift Apart te spelen. Ik heb nu een PS5 en ik ben nu heerlijk bezig met dat spelletje wat ik al sinds dat het uitkom wil spelen. Insomniac is duidelijk PlayStation's beste studio, ze maken zoveel kwaliteit games. Alleen er is wat controversie rondom Insomniac momenteel en zeker rondom Ratchet & Clank. Nou, ik denk dat we allemaal nog wel weten dat in de eerdere dagen van de PS5, toen de marketingmachine echt hard onderweg was, dat er heel veel berichten uitkwamen over de kracht van de PS5 en de SSD van de PS5. En voornamelijk kwam er heel veel marketing speak voor Ratchet & Clank naar buiten. Insomniac had gezegd dat Ratchet & Clank Rift Apart alleen mogelijk was door PS5 hardware, omdat dankzij de SSD en de kracht van de console deze game alleen maar mogelijk zou zijn op deze console. Nou, natuurlijk is de game ondertussen geport naar PC, net nadat ik natuurlijk een PS5 had gehaald om de game te spelen. Dus er is een heleboel controversie daarmee, omdat de minimale PC-specs van deze game zeggen op Steam dat je het met een hard drive kan spelen. Nou, voordat deze video verder gaat, ik ben duidelijk niet de juiste persoon om hier een gigantische analyse te doen van hoe goed Ratchet & Clank werkt op de PS5 vergeleken met een PC. Dus ik kan je aanraden om de video van Digital Foundry te gaan kijken, want die hebben verschillende builds en consoles neergezet om deze game op te spelen en te kijken van hey, wat is nou het verschil tussen al deze consoles. En die gasten hebben echt in een uurlange video geanalyseerd hoe goed deze game werkt op al deze platformen. Dus als je een echte grote breakdown wil hebben van of deze PC-port nou wel of niet goed is, dan moet je daar naartoe gaan. Ik ben hier alleen maar om een beetje te praten over de controversie van de haters op het internet. Nou, momenteel is er een rode draad gaande op Twitter, en of X tenminste, ik ga het waarschijnlijk gewoon Twitter blijven noemen. Maar er is momenteel een rode draad gaande op die website, waarbij mensen zeggen dat Insomniac heeft gelogen tegen fans over Ratchet & Clank Rift Apart. En dat komt namelijk omdat Insomniac had gezegd, hey, deze game kan je alleen maar spelen met een SSD. En in de minimale requirements van je PC-build op Steam staat toch echt dat je het ook zonder een SSD kan spelen. Dus nu zijn een heleboel mensen boos, want die zeggen, Ratchet & Clank had je gewoon op een PS4 of zelfs op een andere console kunnen stoppen. En de hele marketing rondom de PS5 en de Ratchet & Clank game was één grote leugen. Nou, ten eerste, ik zelf was altijd een klein beetje sceptisch toen ik al die marketing hoorde over Ratchet & Clank en over de PS5. Want ik had altijd nog wel een klein beetje gedacht dat er een kans was dat de game toch nog naar PS4 kwam. Ik bedoel, een heleboel PlayStation games die exclusief waren voor PS5 zijn toch ook nog cross-gen naar PS4 gekomen. Maar ik moet zeggen dat mensen moeten leren dat marketing marketing is, oké? Okay? Wanneer een nieuw apparaat uitkomt, wanneer een nieuwe game uitkomt, gaan ze over van alles praten om te zorgen dat mensen de game gaan leren kennen en zorgen dat de mensen gaan leren van oh, dit is deze game, het kan alleen maar dit doen. Mensen op te hypen, zodat die mensen de game gaan kopen. En ja, soms kan marketing nogal sneaky zijn en zelfs een beetje shady, maar over het algemeen wat Insomniac heeft gezegd, is niet eens heel erg onwaar. Want als je kijkt naar de gameplay in deze Digital Foundry video, op een gegeven moment hebben ze zelfs een originele PS4 hard drive gebruikt uit een originele 2013 PS4. En die gebruikt in een PC om deze games te spelen. Ze hebben dus praktisch gezien een PC gebouwd die zo sterk is als een PS4. En je ziet dat de game daar niet zo heel erg goed op werkt. En zeker op momenten wanneer de game moet laden, in die momenten wanneer je tussen de dimensies gaat reizen, dan stottert de game echt gigantisch hard. Original PS4 hard drive. Yeah, I've got a defective test. PlayStation 4 launch unit, so it was a 5400 RPM HDD vintage 2013. Oh boy. Taken, yeah, so basically a 10-year. I mean, it was never going to work, and I think it's a bit unfair to do this because John, you've yeah, actually had some fairly positive experiences on a hard so drive. Yeah, I would talk on my rig using also a 4090 with a 12900K and 64 gigs of RAM. I did install it to a 7200 RPM mechanical hard drive, an HGST model, and it worked
surprisingly well. Overigens heeft Digital Foundry pas geleden ook een review gepost van de game. En het lijkt erop dat de PC-port niet van de allerhoogste kwaliteit is. Ik bedoel, van wat ik zie ziet het er prima speelbaar uit. Maar er zijn zeker weten wat problemen. En nogmaals, als je meer details over wil hebben, dan moet je naar die review gaan kijken. Het is trouwens grappig hoe dit weer een PC-port is van PlayStation die op launch niet helemaal lekker runt. Maar dat zou ook kunnen bijdragen bij de problemen die mensen hebben met dit te runnen op een hard drive of een SSD. Dus houd dat ook in gedachten als we het hebben over dit onderwerp. Dus het lijkt erop dat Insomniac inderdaad wel redelijk gelijk had, waarbij ze zeiden van hey, deze game kan je alleen op een PS5 spelen. Maar nog steeds moeten mensen er aan rekening mee houden, dat is marketing speak. Je kan niet alles uit een marketing vertrouwen en om er zoveel focus op te leggen jaren nadat de game uit is gekomen, dat is niet helemaal eerlijk. Ik zal wel zeggen, als Insomniac echt had gewild, denk ik tenminste, dan hadden ze vast wel een manier kunnen vinden om Ratchet & Clank Rift Apart te laten werken op een PS4. Ik weet niet hoe goed die versie zou zijn vergeleken met de PS5 versie. Ik weet niet of de PS5 versie dan zou worden teruggehouden door de PS4 versie. Maar ik denk dat als je kijkt naar de redelijke kwaliteit in sommige van deze shots van de game die wordt gespeeld op een hard drive, die trouwens ook een heel erg oude hard drive is, dus die game wordt beter gespeeld op een wat sterkere hard drive of een nieuwere. Als je dat bekijkt, dan denk ik dat vast wel, als ze zouden willen, ze deze game vast wel hadden kunnen brengen naar de PS4. Insomniac weet duidelijk heel erg veel over de PS4 hardware. Ze hebben er duidelijk heel erg veel verstand van. Ze hebben veel kennis over dat systeem. Ik bedoel, kijk naar wat voor prachtig ze hebben gedaan met Spider-Man PS4 op de PS4. Ik heb die game meerdere keren op mijn originele 2013 PS4 gespeeld. En ik heb daar nooit problemen mee gehad. Maar ik denk dat Insomniac niet zozeer heeft gelogen met hun marketing tegen hun fans. Want met de visie die ze wilden bereiken, kan je zeggen, ja, dit kan alleen maar gedaan worden met deze nieuwe hardware. Ik bedoel, als je kijkt naar deze game, als je ziet wat de game al moet doen als het op een wat oudere SSD moet worden gespeeld, dat doen ze ook nog in deze Digital Foundry video, dan zie je dat die heel erg lang moet laden. Zelfs op een oudere SSD moet die best wel lang laden. En het is overduidelijk met Ratchet & Clank het idee dat, hey, laadtijden zijn geen ding meer. De game wordt instant geladen en dan ben je gewoon van de ene dimensie in de andere dimensie. Dat was een hele idee, dat wilden ze showcasen met deze game. En sure, als je trucjes uithaalt waarbij je laadtijden verbergt, zoals ze heel vaak met dit soort oude systemen hebben gedaan. Ik bedoel, kijk naar Final Fantasy Remake, waarbij er in die game blijkbaar heel veel momenten zitten waar je heel erg lang op een ladder aan het klimmen bent of heel erg lang door een tunnel gaat. Er zijn allemaal manieren waarbij ze verbergen dat de game nog aan het laden is terwijl je nog in controle bent tussen haakjes. Dus zoiets hadden ze vast wel kunnen doen voor Ratchet & Clank, maar ik kan me dan voorstellen dat je dan heel lang aan het wachten bent en niet daadwerkelijk aan het spelen bent. En dat is denk ik niet wat ze wilden voor deze game. Ik denk echt dat hun idee was met Rift Apart de coole next-gen vibe van wauw, je gaat echt van het ene gebied instant naar het andere gebied. En die visie is nou eenmaal alleen te doen met een wat sterkere SSD en wat sterkere console, zoals die van de PS5 of van de betere PC's. En ondanks dat ik graag deze game op PS4 had willen zien, ik bedoel, dat is een extra kopie voor mij om te kopen en in mijn collectie te stoppen, en dan had ik de game waarschijnlijk origineel gewoon dag 1 gespeeld op een PS4. Ik denk dat het beter is dat deze game gewoon op de PS5 is uitgekomen en nu ondertussen ook op PC. Het laat maar weer zien, het internet is dom en het zit vol met gasten zoals ik die niet weten waar ze over praten en er alsnog een heleboel geluid over maken op het internet. Ik verwacht ook dat ik gewoon meerdere dingen heb gezegd in deze video die totaal niet kloppen. Dus nogmaals, check de Digital Foundry video voor echte goede, concrete informatie over dit onderwerp. Want het enige wat ik weet is, SSD is snel. Ik heb SSD in computer en daardoor kan ik spelen. Yay. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneren zou ook wel leuk zijn. En wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie ervan dat Ratchet & Clank Rift Apart nu eindelijk op PC zit? Ben je het aan het spelen? Ben je het niet aan het spelen? Ben je zelfs een van de mensen die denkt dat deze game gewoon op een PS4 gespeeld kan worden? Laat het me allemaal weten in de reacties. Ik wil het erg graag van jullie weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!